een nieuwe vlog. En we zitten wel. Waar gaan we heen? Waar we heen gaan? Geen idee. Ik laat me verrassen. Antwerpen. Alweer. Ik ga met pap vandaag. Let hier niet op. Ik ga dit allemaal uitleggen als ik thuis ben. Maar er zit waarschijnlijk een scheur met pees in mijn arm. Dus ik mag mijn arm niet gebruiken. Dus die hangt gezellig daarin. Al 2 dagen. Ik had dus vorige week verkeerde tickets gekocht voor vandaag. Maar het kost dus geld om ze te annuleren. Dus ik dacht, daar ga ik wel gewoon. Dus we gaan vandaag lekker. We hebben koffie, croissantje. En we gaan zo lekker op naar het. In dit geval niet zonder vergroten, want het is echt rot weer. Maar we gaan naar Antwerpen. We gaan naar de dierentuin in Antwerpen. Dat is voor mij ook nieuw. Ik ben ook niet geweest. Mijn pa is helemaal in zijn element. 80 jaar geleden. Hij wordt ook vlogger. Nou, lekker naar Antwerpen. Zo, kut. Wat? Nee, niet schelden in mijn vlog. Ik moet wel mijn suiker. We hebben vertraging. Best veel, 35 minuten. En hij kan niet stilstaan, volgens mij is hij nerveus. Kom maar, nee. Ben je nerveus? Nerveus nog van? Ja, je loopt de hele tijd al rondjes hier. Ik kan niet stilstaan. Ik ben ongeduldig. Ja, dat kan. Maar het is wachten tot de trein komt. We staan nu al een half uur te wachten. Gelukkig is het niet koud, dat scheelt. Dus ik loop er vandaag zo bij. Lekker is dat. Wachten. Yay! Hij is er, eindelijk. Het is irritant, ik vlog met links. Wat? Ik vlog met links, ik kan mijn arm niet omhoog doen. Dus het wordt zo'n beeld vandaag. Tweede. Ja, dat is de tweede. Ik ga ook achterin zitten, want dat is lekker rustig. Nou. Je bent niet de enige. We gaan naar Brussel. Zo, het is nog steeds druk. Oh, dan kunnen we even naar de kant. Zo. Hallo. Druk geboel hier. We gaan hier wel zitten. Hier zit. Dan hebben we tenminste plek. Hoppa. Dat scheelt een hoop tijd. In plaats van dat we de grens over. Tenminste, in plaats van dat we naar Breda gaan en dan de grens over. Gaan we even van de vertraging gelijk de grens over. Dus we zitten al in België op naar Noorderkempen en dan. Antwerpen Centraal. Het gaat wel lekker snel zo. En we hebben zon. Dat scheelt ook nou. Oh, zeer verlicht. We made it! Zeer verlicht. Centraal. Hier, loop, want ik ga even zo meteen door. Wat zijn we? Hou je vast, anders lig je zo meteen door de trein. Nee, joh. We made it. We made it. Nog een keer. Ja. Oh. We made it! Centraal! Ophouden, hè? Why? Oh. Laat me doen. Anders lijkt het je niet. Ja? Ik heb zonder overheen. Je bril niet vergeten, hè? Klaar? Ready? Oké, even wachten op de mensen. We zijn er. What's up? Nee, kom. Pak wel even de trap. Niet gezond gaan doen nou, hè? Ja. Blijf staan. Blijf staan. Nee, doorlopen. Nee, want dan ga je echt op je plaats. Grappig, hè?
zei tegen opa ook, ik hield hem vast, want ik wist, ik weet dat hij door gaat lopen. Ik zeg, blijf staan, hoezo, zegt hij. Ik zeg, kijk wat er gebeurt. Oh, dat is grappig. We made it, let op, mind your step. Kom, ik moet, oh, hij gaat foto maken en ik moet plassen. En door. Naar buiten. Ik heb hier eigenlijk nooit echt gevlogd van deze kant. Ik ging altijd via de zijkant eruit. Het ziet er toch wel echt mooi uit. Centraal station. Wat is hier aan de hand? Modeshow. Echt, elke keer als we hier zijn is er wat anders. Vorige keer was hier een modeshow. Zo gezellig. Mooi hè. De dierentuin is daar. Waar? Daar. Dreigen. Ik zie het. En af. Ik zie het. Oeh. Ja, dan mag je die kapjes af, hè? Ja. Daar gaan we. Ah ja, we hebben geprobeerd. Mijn pa was er nodig een fiets huren. Maar dat kan niet, want het is met creditcard. Maar dat geloofde niet, die eigenwijs. Maar nu weet hij van wel. Maar goed, even bij de stadsfeestzaal. Doe niet zo raar. Even bij de stadsfeestzaal naar binnen. Raar. Want ik moet plassen. Zomaar met pissen. Maar ja. Ik dacht leuk, een step. Een bij de stadsfeest, want dan kan ik gelijk kijken of Lijk me is afgebroken. Maar ik heb nog steeds creditcard van mijn baas natuurlijk. Nee. Ja. Ja, maar dat gaan we niet doen. Doe een tientje, kan mij dat verrotten? Nee. Hoi. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan lekker lopen. Oké, fijn stukje lopen. Lekker stukje lopen. Nou, even plaatsen. Is het afgebroken? Nee, nog niet. Kijk. Daar zijn we ook eens geweest. Daarboven. Ik wil gewoon even. Ja, daar beneden. Oh. Zo zielig om te zien dat alles dicht is. Alles is dicht. Kijk. Oh. Dag, dag. Ik moet plassen, dat is hier. Jammer. Maar ja, was de 16e natuurlijk, hè. En nu niet meer. En we zijn bij het Steenplein. Tenminste, bijna. Stinkenplein? Steenplein. Okay. Stinkenplein. En je moet niet het plein een beetje voor gaan stellen. Maar pap wil hier niet overheen achterlangs. Nee, dan moet je met je camera eens even iets omhoog gaan. Want voor oude tyfus benden het is. Ja, gezellig. Naar Antwerpen. Nou. Een stukje antiek bekijken. Ja. Onder andere. Ah ja, nee, maar ik wil echt al 20 keer. Vorige keer wilde ik ook in het reuzenrad. In de Skyview. Maar mijn opa wilde het vorige keer niet. Nee, 18 euro per ticket. Als het goed is, dat, want Ash heeft toen betaald. Ben je helemaal van de pot afgekleurd? Dus als jij nou betaalt, hoef ik weer niet te betalen. Ik vooruit, ik wil best wel een keertje betalen. Jij! Nee, ik wilde niet in mijn daglicht. Want s'avonds was het wel mooi, maar je kon niet zoveel zien. Ja. Ik ga net zoals Ash zitten, helemaal vastgeknepen. Oh, ja, die was echt bang. Schijt ik in mijn loor. Maar het waait nou wel hard hoor, dus het is wel dat je denkt, woe. Maar niet uit, het is wel leuk. We gaan lekker in. Yay! Eindelijk. Iemand die mee wil. Nee, moeten we naar die meneer? We moeten ergens wachten, hè. Gaan we hier wachten. Leuk! Moeten we hier wachten? Oké. Okay. Ja, we gaan erin springen. Hier. Daar komt hij al! De tyfus man, right away! Oh my god, mijn daglicht! Oh, zeg maar eens afzetten. Oh leuk! Oh jee! Mijn daglicht! De tyfus! Hoog! Maar we gaan niet één keer, hè? Hé? We gaan niet één keer. Nou, we hebben hem wel! Oh mijn god! Oh, die wind! Oh, dat vind ik zelfs eng! Oh shit! Oh mijn god, die wind! Dood denk me die wind! Oh, maar wel mooi. Wij? We doen het nog een keer! Oh, met die wind is dood eng! We gaan eigenlijk jongerdopjes nou in doen hoor. Oh, dit is keiharde muziek op. Oh, dit is wel creepy! Hi voor de bomen! Kijk dan! Danny! Kom ons halen! Okay, question,
Nou weet ik weer waarom het niet in een reuzenrad gaat normaal. Die wint ook nog eens een keer. Uit. Laatste zicht van het steenplein voor de komende lange, lange, lange tijd. Grote Pieterpot. Grote Pieterpot. Pot. Wat zeg jij nou? La 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 la. Gaan we daar langs of niet? Nou, zo die kant toe komen. Er is nog niks. Nee, maar dan loop je daar zo het plein op. Dat is heel druk, maar dan. Waar gaan we deze kant op? Ook goed. Maakt mij niet uit. Nou, maar steen. Hallo, dat ging niet goed. Ja. Ik weet het niet, maar... Ja, de grote Marit. Hier ben ik ook nog geen één keer overheen gelopen, hè? Ook niet met opa. Nou, en ook niet met Ash. Nou, je ziet het, joh, met je vader, joh. Dat komt altijd goed. Even toerist spelen, hoor. Even een fotootje maken. Even een fotootje schieten. Dat is wel leuk. Nou zeg. Nee, het is leuk hier. We zijn ondertussen weer terug in de Winkelstraat met de Meren. Ik denk dat het zo onderhand wel even tijd wordt voor een hapje eten. Dat vind ik hier trouwens wel echt ideaal aan België. Wist je dat? Bosso, knak! Nou, wist je dat? Dat is, ik zeg net, ik zeg, dat vind ik eigenlijk wel ideaal aan België. Nederland. Als je in de metro of de bus moet pakken of zo, en er staat bijvoorbeeld bij ons geen geld voor ons OV, kan je er niet in. Dan moet je naar zijn automaat zoeken, toch? Ja. Hier staat bij elke tram, metro, alles, staat zijn automaat met de lijn erop, dat je een ticket kan kopen. Oké, okay, moeten we die kant op, die kant op, die kant op, doe maar een drukje. We zijn hier weer terug in de Winkelstraat. Dus, ik weet niet wat je wil. Eten, denk ik. Hoe laat is het? We hebben een horloge. 10:12. Oh, dat is nog vroeg. Stoeprand. Klink. Dat is nog vroeg. Gaan we nog niet eten, toch? Nee, maar even een bakje pleur halen. Ja hoor. Je vindt het goed. Een bakje pleur. Ik vind dat helemaal goed. Even kijken, wat hebben we nog meer? Wat is daar? Ik weet niet. Kun je nog bij de Daily Frans een bakje halen? Daily, ja. Daily, de Daily Frans. Of we gaan even naar de Panos. Waar? Dan kan je koffie halen. Naar de wie? Panos. Gaan we nou een beetje popiopi doen? Dat is mijn voedselketen hier. Oh. Als ik hier ben. Doe mij maar een pakje bij de Daily, toch? Ik weet niet of het takeaway is, hè? Ja, even kijken. Je bent nog steeds aan het filmen. Ja, natuurlijk. Maar ik denk niet dat hier takeaway is. Maar Panos is wel takeaway. Wel chicken. Ja, is lekker hier hoor. Van ja? Belgische kippen. Je loopt achter ze voor. Misschien, ik weet niet, ik heb nog net Belgische kippen. Gaan we naar de opkant? Panos, we gaan naar Panos. Panos. Panos, dat zijn de broodjes. Ja? Eng drankjes en ja, je wordt zometeen, je wordt zo over je nek gereden door een of andere elektrische scooter enzovoort enzovoort. Goed, en we lopen weer op de Meren. We hebben even een kopje koffie gescoord. En we gaan nu langzaam richting Antwerpen Zoo, want dat was natuurlijk de planning waarom we hier zijn heen gegaan. Om naar Antwerpen Zoo te gaan. Dus on our way. Gezellig. Wat doe je? Ik wil eigenlijk nog steeds die jashaler eens hier hebben. Ja, bij de poolmeer. Nou. Hola. Hele hola. Bijna plat. Maar hoe? Gezellig. White. Dit komt een tram. Oh, het waait hier hard. Ik heb even geshopt. En nu naar de dierentuin. Het waait. Heel hard. Oh. Op naar de dierentuin.
Zo doen. Nou, we gaan eens kijken of we naar binnen gratis mogen met de Blijdoppas. We gaan het meemaken. Koop het. Ik denk dat we daar bij de kassa moeten. In de midden. Het ziet er wel super cute uit. Oh, de binnenkant ziet er ook heel anders uit. Kijk eens. Dat is echt heel oud. Leuk. Ze hebben in de eerste wereld voor een tweede wereld voor een dier aflopen knallen. Mooi hoor. Ja. Nou, dat niet. Dat is niet mooi, maar... Het is wel mooi dat het los breekt. We zijn binnen. En we hebben de appeltjes. Appenhuis. We mochten dus inderdaad naar binnen met de Blijdoppas, dus dat is mooi. Hebben ze koala's hier? Oh, wauw! Oh, dat vind ik cool! Het is de eerste keer dat ik een koala in het echt zie. Hallo! Kijk nou! Oh mijn god, wauw, ik kan dat niet zien. Oh, kijk eens! Oh! Oh. Nummer 10. Ah, de koala. Dat was echt vet. Ik heb nog nooit de koala aan het echt gezien. Ik heb mijn mobiel gefilmd, dus ik moet het even overzetten. Maar oh mijn god. Dat is echt leuk. De koala en het echt, wauw. Mooie beesten. Oh, er ligt er nog één. Ligt te slapen tegen de... Tegen het raam, uit de boom. Kloppen en niet flitsen. Dat doen we niet. Maar we gaan wel kijken. Wat mooi. Die ligt te slapen. Zo in had ik geadopteerd. Paul. Kijk dan. Koala's. Cool, koala. Ligt er ook gewoon echt. Vliegende hond, weet ik veel. Ik heb een boomkar gedaan. Oh. Te boven. Ja. Gaaf hoor. Koala. Ik ben helemaal onder de indruk van de koala. Ja, zo tof. Hallo. Mooi. Dat is niet meer leuk voor mensen die gaan. Ja, gewoon een beetje een taartje, kip. Er zit een chimpansee met een stokje in zijn neus te peren daar ook. Oh. Het lijkt echt alsof ze overal zien van die dingen staan. Het lijkt echt alsof ze een beetje een soort parade aan het opzetten zijn. Zes is daarheen, hè? Huh? Oh. Nou zeg. Nee, dat hoef ik niet op film. Dat is niet zo lekker. We staan overal van die... Ik ging lekker te filmen. Hoe ik met mijn neus zat te baggeren. Lekker joh. Oh ja. Ah ja. Maar dan gaan we... Nee, want zeven is die kant op, zegt dat ding. Bordjes volgen, anders komen we hier niet meer uit. Gorilla's. Zo maak jij. Jij bent hier, kijk! Je bent hier! Oké, we zijn dus een hele grot doorgewandeld. Maar op zich toch wij vrij weinig te zien. Het was vrij donker. Maar was het grappig. We gaan nu weer naar het daglicht. Oula. Oh, kijk nou, al die beesten er gewoon los hier. Linkersgebaren.
zit hier gewoon bovenop. Hallo. Zo leuk. Neem iedereen mee. Kijk, ze zijn nieuwsgierig. Kijk uit, oversteek het wild. Wel leuk. Ah, schouder. Het is wel cute. Ik kan maar los zitten, hè? Ja, maar ik ga er even naar waar ik hier. Zo mooi. Kijk, we gaan een paar dode beesten hier. Je hoort en ziet hier echt van alles. Zo leuk. Echt zoveel verschillende vogels hier. Van alles uit de boom en. Zo leuk! Echt cool. Wat? Ze hebben het water weggevoerd, ja. Oh. Ik ken het niet, maar weet je niet hoor. Hoe heet het dan? Grote maken? Denk het. Oh. Die kleintjes, kijk dan. Hi! Mini duifjes. En weer buiten, ja. En we zijn streepjes voorkomen en dat vogels tegen de ram vliegen. Dat is cool, dat moeten wij ook doen. Hé, hey, kijk, zebra's. Die zie je bij ons in Blijdorp ook niet zo dichtbij. Die staan echt ver weg. Dit zijn allemaal beestjes die toen bij Congo, ja? Nog Belgisch grondbezit was. En dan hoop je er van Congo hier naartoe gehaald. Zebra's en een giraf. Hier kan je. Hallo! Hier kan je zonder raam kijken. Ik zie wat leuks. Egypte! Wauw! Hieroglyphen, een Egyptische tempel. Wat? Zo mooi! Oh, dat is cool. Kijk nou. Oh, dat is van de giraffen die zitten hier. Ze zijn ook aan het schomen. Oh mijn god, dit is leuk. Ik vind dit leuk. Ze zijn het schoonmaken. Cool. Het is mooi, hè? Goed. En de olifantjes. Oh, hier hebben we maar één olifant. Dat zei Ash toen inderdaad. Oh nee, twee. Oh, een kleintje. Ja. Oh. Oh, die kan je wel goed zien hier. Even kijken hoor, bij de olifanten. Ah ja! Ik ben helemaal blij. Zo leuk. Kijk dan jongens. Olifanten. Ja, dat is waar. Dan loop je toch wel wat Nederlanders. Oh, hier kan je hem hoog, ik heb hem ook lachen. Maar is er wat te zien? Dat is de vraag, want ze zitten binnen. Dus niet echt, nee. Leuk hoor. Huh? Ze zitten binnen. Ja, ik zag het even, die stekeldingen. Oh, die bezels. Heel klein wezeltjes daar achterin. Wezel toch? Dus tenminste, dat denk ik, dat weet ik niet zeker. Vosje of een wezeltje? Oh, een goest. Vos maar goest. Dat is niet dus. Nooit van gehoord.
Dat is wel cute. Ze zijn klein en schattig. Ah, oh, dit is wel cute. Je kan eens huisdier houden. Oh, wow. Dat is mooi gedaan. Zeehond onder water. Hè? Kijk nou. Cool. Ja, zo waar ze natuurlijk. Mooi, hè? Penguins, ik moet wel toegeven, het is hier, leuk. Ik vind het hier leuker en schattiger opgezet dan in Blijdorp. Dat wel. Deze pinguïns zie je beter dan in Blijdorp, want hier heb ik niet zoveel van die spetters. Ja, maar daarvoor zeg ik, ik vind het hier op zich leuker opgezet en wat praktischer opgezet dan in Blijdorp. Je kan het daar zo moeilijk zien, het is er allemaal heel ver weg. En hier is alles best wel dichtbij. Plus het glas is hier schoon. Oh, oh kan dat zien. Komt hier nou even bij. Wonder voor je lens. En dan zit je daar nog naar te fotogeniek. Hoppa. Nou lekker ben je. Nou weg. Dus ik kom allemaal naar boven. Kutje. Hey, de seintjes, je stopt. Stop. Zeehonden. Dat is een verschil. Ja. Oké, okay, we gaan even een... jij bent een hond. We gaan even off-road. En ik ben een hondje. Waar is de tapir? Wat, tatu? Tapir. Die zit hier. Ja, kijk. Maar ik zie hem niet. Nou, je zit hier. Ik zie wel een wilde eend. Kijk, een eend. Nee, wat doe jij daar? Hoor jij ook bij die? Hij heeft me in de zeik genomen. Goed hè? Oh nee! Nee, dan ben je mooi. Mooi die grote ogen hè. Zo hè. Toch leuk. En het laatste onderdeel in de dierentuin. Vogeltjes. Het is heel stil hier vergeleken met de rest. Het is heel stil. Je hoort van alles fluiten en doen. Ik hoor wel hier wat, maar ik zie niet zoveel. Ik hoor hier vogeltjes fluiten. Oh, daar zo. In een nestje. Soort... Oh, dat zijn die kleine duifjes die we er net ook buiten zagen. Ah, oh, er zitten jonkies. Ah, oh, die zie je alleen net niet. Die hoor je roepen. Er zitten jonkies in een nestje. Je ziet allemaal bewegen. Je ziet daartussen zie je wat bewegen. Dat zijn jonkies. Die eten krijgen.
Nou, daar gaan we. En nu, wat gaan we nou doen? Naar de uitgang. Ja, wat is dit? Weet ik. Dat was Antwerp Zoo. Dat is wel lekker. En we lopen de Mackie uit. We hebben even wat gegeten. En we gaan nu, ik weet niet of hij wil, maar even een koffietje halen. Maar we hebben over een uurtje hebben we de trein pas. Dus we moeten ons nog even maken. Dus ik denk, geen idee. Even kijken wat we gaan doen. En dan gaan we naar huis. Kom. Kom. Kom nou. Wacht even naar mijn schoenen te kijken. Dat is leuk. Maar voor...